Kijk, en als Jesra dan zegt dat alle camera's lopen, dan kunnen we ook echt beginnen. Hallo, leuk dat je kijkt. Ik ben Stefan van Italiëplein. En we gaan vandaag weer een lekkere pizza maken. Pizza pompoen. Maar natuurlijk niet zomaar een pizza met pompoen. We gaan de pompoen namelijk in het deeg verwerken. Om pompoendeeg te maken hebben we uiteraard wat bloem nodig. Daar gaan we. In de bak. Even een mooie kuil in het midden. Zout. Water. Dan is het altijd handig om één hand schoon te houden. Dus dan kan je lekker je bak mee vasthouden. Die andere ga je daadwerkelijk je deeg maken. Eerst even het zout oplossen in het water. En dan pak je elke keer een klein beetje bloem erbij tot je een mooi papje krijgt. Dus op het moment dat je dat papje hebt, mag de gist erbij. Goed roeren. Nou, op het moment dat dan nog niet alle bloem zeg maar opgenomen is door het water, dan ga je al wel vast de pompoencrème toevoegen. Die heb ik vast voorbereid. Eigenlijk heel simpel, gewoon wat pompoen opzetten met een heel klein drupje water. Even in laten koken en dan kan je er op een gegeven moment een hele mooie zachte puree van maken. Die puree die mag hier dan bij. En die ga je gewoon rustig ook door je deeg werken. Nou, je ziet nu al dat het deeg echt een fantastisch mooie lichtgele kleur krijgt. Nou, en op een gegeven moment gaat de fase van mengen, hè, dus als het deeg wat natter is, gaat het vanzelf over in kneden. Nou, dan kneed je ongeveer een minuut of 10 tot je voor je gevoel echt een heel mooi zijdezacht deeg hebt. Dus als je hem dan uit je bak haalt, dan zie je dat je gewoon een heel mooi zacht deeg hebt. Maken we daar een mooie bol van. En die gaan we eens even een kwartiertje, 20 minuten rustig laten liggen. Nou, ik ga er 4 bolletjes van maken. Nou, die gaan we mooi opbollen. Nou, die bolletjes die gaan we gewoon even lekker een paar uurtjes laten rusten en rijzen. En dan bakken we er een lekkere pizza van. Nou, ons pompoendeeg. Nou, je ziet het, mooi van kleur. Heel anders dan het witte 00 bloemdeeg. We gaan er een lekkere pizza van bakken. En ik heb wat ingrediënten verzameld die het traditioneel gesproken uitstekend doen samen met pompoen. Salie. Ik heb wat crème fraîche, maar je kan ook ricotta nemen als jij dat lekker vindt. Ik heb wat mozzarella. We hebben wat heerlijke vleeswaren. Beetje parmigiano. En wat olijfolie. Daar gaan we. Oké. Mooie ronde bodem. Dan begin ik met de crème fraîche. Maar zoals gezegd, je zou ook ricotta kunnen nemen. Ik heb de crème fraîche overigens ietsje verdund met een druppeltje water, omdat die anders tijdens het bakken een beetje uitdroogt. En dan krijg je een beetje zo'n hard laagje. Dat is wat minder lekker. Dus ik heb hem ietsje vochtiger gemaakt. Zo. Mooie vleeswaren. Wat mooie salieblaadjes. Een beetje parmigiano. Mooie stukjes mozzarella. En als laatste nog een klein beetje olijfolie. Oké, dan kan die de oven in. Nou, daar is die dan. De pizza met pompoen. Maar geen pompoen op de pizza. Nee, pompoen zit in het pizzadeeg. Pompoenpizza dus. Eet smakelijk!